Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken in deze nieuwe video. Even een updateje over de computer, hoe het daarmee is. Gefixt? Nee. Wat heb ik dan gisteren heel de dag gedaan? Ik heb gisteren met Dylan gezorgd dat ik nu Windows 8 op mijn PC heb. Heeft dat je computer dan verbeterd? Wat dan ook nogmaals? Nee, dat heeft het niet. Maar mijn computer is al sinds 2009 niet gecleaned, zeg maar, qua Windows. Dus dat werd dus 5 jaar inmiddels. Dus dat werd wel eventjes tijd. Dat is nu inmiddels gebeurd. Maar PC is daardoor wel een stuk sneller door. Dus ik zou ook waarschijnlijk minder lag hebben met opnemen, dat soort dingen. Het geluid is niet gefixt. Waarom? Ik heb er gisteren gewoon nog geen tijd voor gehad. Maar hij is op het moment stil. Dus nu toevallig gewoon maandag 2 uur 's middags. Een beetje laat dat ik opneem. Ik was laat wakker. Maar dat doet er helemaal verder niet toe. Ik ga er straks naar kijken. Iemand heeft namelijk een hele... Oh, ik sta nog... Ja, dit kan ik ook meteen uitleggen waarom ik op cheat staat. Ik heb natuurlijk opnieuw mijn Windows gehad. Dus moest ik opnieuw Hexit installeren. En dan kom je automatisch hierop te staan. Dat zal ik even weer op zo zetten. Goed. Ik zal ondertussen eventjes naar de reactie gaan. Want iemand heeft een goede reactie achtergelaten. Waar ik best wel blij mee ben. Jullie zijn gewoon echt awesome. Met jullie gewoon reactie achterlaten om mij te helpen, mensen. En de reactie is... Duffy, maak je ventilator schoon. Als het geluid nog steeds niet weg is, maak je hele PC vrij van... Maak je hele PC vrij van. Stop. Stop tip. Oké. Waarschijnlijk bedoel je dat ik gewoon heel mijn PC vrij moet maken van stof op dat moment. Gebruik een dun kwastje voor het schoon te maken. Nou, vind ik op zich wel een hele goede tip. En ik ga daar ook zeker wat mee doen. Ik kan ook zeker, denk ik, straks even openmaken. Dat sowieso. En eens eventjes gewoon schoonmaken. Kijken wat er aan de hand is. Misschien dat... Weet je, wacht, ik ga het geluid jullie laten horen. Eén moment, mensen. Ik pak even het WhatsApp erbij. Want ik had even aan Dylan laten horen. Maar ik stuur het naar hem. Want Dylan, die is van Glass Games. Let op, mensen. Let op. Nou, en zo gaat het dan nog wel eventjes door. En geloof me, ik weet niet veel van computers, maar ik weet ook dat dat absoluut niet goed is. Maar goed, ik wil niet elke aflevering daar nu over hebben. Wat gaan wij doen is bezig met onze smelterie te maken. Laat me eruit, zo. En die gaan we gewoon lekker hier maken. Dus ik ga even wat ruimte maken. En dan gaan we gewoon bezig met de smelterie te maken. Iemand heeft trouwens ook een heel leuk idee achtergelaten waar ik ook nog mee bezig moet gaan. Dat is een soort van... Wat in de pindakaas geeft ze nog op mijn mond. What the fuck? Leer je netjes eten. Was een Hall of Fame te maken. Ik heb trouwens viewbobbing aan. Een Hall of Fame te maken. Dus als iemand een goede reactie heeft achtergelaten of een leuke reactie, kon ik het er achterlaten of ergens opschrijven. Hij had het over een boek. Maar ik vind natuurlijk een boek, vind ik zo van ja, een boek oké. Wat de dag is van zijn hele muur gaan maken. Dus daar wil ik ook nog mee bezig gaan. Dus dan gaat het van een hele grote muur maken. En dan als mensen leuke reacties achterlaten of goede reacties die erg handig zijn, dan kom je op de Hall of Fame te staan met je naam, eventueel met je YouTube naam of je weet ik wat voor naam, maar mij niet zo veel uit. Puur als bedankje en het is ook leuker voor jullie dat jullie dat zien. Nou goed, ik ga even dit ding plaatsen. Ik weet niet wat ik hier nu mee kan. Silent table, next. Oké, kan ik hier dit ding in doen ofzo? Nee, oké, goed. We hebben in ieder geval de vorige keer dit boek gekregen. Dit boek. En even kijken, dit is allemaal hoe we pickaxe maakten. Ja, oké. Maar verder... Niks boeiends volgens mij, of wel? Nee, het is alleen maar pickaxe. Oké, goed. Dan gaan we eventjes naar deze. En dan gaan we verder met dit soort dingen te maken. Oké, goed. Ik heb gewoon hout nodig. Dat heb ik als goed is in mijn invi. Ja, dan maak ik even een crafting table. Want er is gewoon veel meer te doen in Hexit dan alleen maar mobs te killen en ditjes en datjes te doen. Het begint nacht te worden of niet? Nee, de zon is gewoon volledig op. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Dan moet ik... Sowieso, ik moet gewoon hout hebben. Dat is één ding wat zeker is. Want we moeten gewoon een log hebben. Heb ik dat nog überhaupt? Heb ik gewoon hout ergens? Alsjeblieft. Nee. En nee. Echt niet. Ah... Oké, goed, wat wij gaan doen is eventjes een boompje omhakken. Sticks heb ik hier wel. Dan heb ik hier als goed is wel ergens diamonds, ja, hop. Zo, oké, maken we eventjes snel een diamond axe. Hakken we even een grote boom om. Dat is toch altijd wel even handig, even wat extra hout hebben. Deze gaat dicht. Ja, dat is de enige bomen die er zijn, dus gaan we even daar naartoe. Hoppidi doppidi. Hiddele tiddele. Maar wat trouwens ook fucking vaag is. Ik heb dus nu Windows 8 op mijn PC. En hij is nu natuurlijk 3 keer zo snel wat hij was. Maar, dat is heel raar. Ik nam eerder altijd op met OBS. Voor mensen die niet weten wat OBS is. Open Broadcast Software of zoiets. Ik weet niet precies. In ieder geval, daarmee kon ik zeg maar instellen dat ik meteen geen zwarte randen had met opnemen. Bestanden zijn voor mij van 4 keer zo klein. En het is waarschijnlijk... Nee, niet waarschijnlijk. Je kon zelfs instellen dat het meteen HD is. Dus eigenlijk hoef je niet te renderen. Ik render het altijd.
Oh yeah baby. Maar goed, dus ik OBS weer op mijn computer gezet. En ik wil dat dus aanzetten. Maar er gebeurt helemaal niks. Nou, er gebeurt niks. Ik neem dus op en ik heb onderzwarte randen en ik heb bovenzwarte randen. Ik denk echt, hè, wat? Nou, ik Dylan er weer bij, want Dylan is een beetje mijn helper en dat soort dingen. Als ik bijvoorbeeld een probleem heb met mijn computer, ga ik naar Dylan. Als ik nieuwe dingen moet hebben, ga ik naar Dylan. Als ik een nieuwe computer laat samenstellen, doet Dylan dat. Gewoon, hij doet die opleiding, hij heeft er veel verstand van. Vandaar dat ik dat doe. Gas Games, link zal ik wel even in de beschrijving zetten als je ook vragen voor hem hebt. Maar die helpt mij daar dan mee. En hij doet ook naar letten kijken, want hij heeft best veel verstand ervan. Hij heeft ook van afstand mij dus Windows erop laten zetten en zo. En hij kijkt zo en hij heeft ook van alles geprobeerd. Het lucht hem ook gewoon niet. Ik blijf zwarte randen hebben. Waar echt iets van. Nou, wat raar. Dus nu neem ik gewoon weer op met Fraps. Dus mijn bestanden worden nu 6 keer zo groot dan normaal. Maar goed, het zij zo. Ik heb in ieder geval genoeg schijfruimte nu weer. Omdat alles natuurlijk leeg is gemaakt. Dus dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Oké, we moeten even dit ding maken. Een stick met hout. En dan kunnen wij er uiteindelijk op een houten blok zetten. Ik weet niet wat ik ermee kan uiteindelijk, maar... Oké, zo. Zo. En dan. Oké, nou hebben we dit ding ook gemaakt. Even kijken, build apart. Blaze and pattern en made materials left. Oké, goed. We hebben in ieder geval weer iets nieuws gemaakt. Nou, we gaan door nu naar het volgende. En dat is, we gaan nu een chest hiervan maken. Ik weet niet wat ik met een pattern chest of zoiets kan. Maar goed, daar zullen we ook over zelf achter. Ik maak het gewoon en ja, we zien het wel. Die daar en die ding hier. Oké, goed. We hebben nu een pattern chest. Je kunt er gewoon dingen in doen. Cool, oké. Vervolgens, wat hebben we nog meer nodig? Een crafting table. Kijk, dan moeten we dit al gaan maken. Oké, we hebben dit nu ook nog nodig met een crafting table. Nou, die kunnen we ook nog wel even gaan maken. Oh, zo. Zo, 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 zo. Hop, 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 hop. Ja, zo en zo. Oké. Nou hebben we nog iets gemaakt. Nu hebben we hier dus... Aha. Kijk aan, kijk aan. Even een slokje drinken ondertussen. Dit is dus wat we nodig hebben. The dagger is a short blade but can be throw... Okay. Oh, is dat ook bij wat ik ermee kan? Special item, throw item. Low, bla bla bla, knife blade. Oké. Okay, dit is wel super chill. Hier kunnen we dus onze eigen wapens in maken. Wat mensen ook al zeiden, wat klopt. We moeten verder... Oké, nu moeten we dit echt al gaan maken. Dit zijn waarschijnlijk iron blocks. Oké, dus als ik gravel met zand en dat smelt, dan krijg ik één zo'n eentje. En dan moet ik nog een keer omlaten. Oké, nou weet je wat? We gaan, gaan wij de volgende aflevering daar ieder van mee bezig, mensen. We moeten dus hebben zand, wat we hier dus al hebben. Zand. Dan hebben wij nog nodig... gravel hebben we nog nodig. En eigenlijk nog meer klein, dat we waarschijnlijk veel meer van de spul nodig hebben. Ik weet echt niet hoeveel we nodig hebben. Maar als we maar 2 krijgen van alle supplies die we hebben, hebben we nog geloof ik nog niet genoeg. Maar dan goed, dat gaan we de volgende keer doen, mensen. Heb je tips, leuke reacties, wat dan ook? Laat het achter in de beschrijving natuurlijk. Of in de beschrijving, in de reacties. Ik lees het allemaal. En ik kom binnenkort een Hall of Fame. Dus de reacties die nu nog worden achterlaten, zullen er nog niet inkomen, sorry. Maar de nieuwe dan weer wel natuurlijk. Dus als je nog weer nieuwe goede achterlaat, komen die er gewoon in. Ik bedank u voor het kijken, mensen. Vergeet helemaal niet heel veel om lekker een groen duimpje aan te klikken. We kunnen vast over de 100 gaan, misschien 120 of zo. Zo vast super chill zijn als het lukt. En ja, bedankt mensen voor de tips voor mijn computer en het meeleven en alles. En ja, jullie zijn de beste fans die een YouTuber kan hebben. Later mensen, het was weer gezellig. Doei!